De weken verstreken snel als de dagen. Terug in Nederland probeerde ik de ervaringen nader te analyseren. De feiten vormden een labyrint, drijvend op een magische mythe die verwees naar het oude Joodse volk, de donkere middeleeuwen, wellicht de nazi's en obscure sekten zoals de FVC. Ik doolde verbaasd als Alice in Wonderland door dit labyrint en daalde dieper en dieper af in haar inwendigen. Een trein door de nacht. Sautin verwees ons indirect ook naar de Duitse nacht uit de 40er jaren. De nazi's die geen licht in de wereld konden brengen, maar slechts de dood en ondergang. Maar waren hun idealen daadwerkelijk gestorven? Welke connectie bestond er tussen Harold Arczyk, zijn FVC en de nazi's? De roep om een antwoord op mijn kwellende vragen omtrent de raadselachtige rol die de nazi's daar mogelijk bij hebben gespeeld, werd steeds luider. Ik nam uiteindelijk het besluit diep in dat oude Europa door te dringen en herinnerde me een oud studiegenoot, Klaus Ehrenburg. Op internet vond ik veel informatie over hem. Hij bleek inmiddels docent te zijn aan de Universiteit van Kassel in Duitsland. Uit de vele artikelen van zijn hand die ik op het web vond, kon ik opmaken dat hij kabbalist, mysticus, filosoof en geschiedkundige was, gespecialiseerd in het Duitse nationaalsocialisme in de 20e eeuw. Met hem zou ik contact opnemen. Als geen ander kon hij de geschiedenis van het Hitleriaanse Derde Rijk bevatten. Zijn ouders waren Joods en Duitsland al in het jaar 1937 ontvlucht. In Weert hadden ze destijds een veilig onderdak gevonden. Het gezin Ehrenburg heeft gedurende de Duitse bezetting meerdere schuiladressen gehad, want het moet bij de bezetters zeker bekend zijn geweest waarom zij enige jaren daarvoor das Vaterland verlaten hadden. De Duitse bezetter beschikte over een veelal feilloze en genadeloze administratie. Klaus groeide op in Arnhem en pas na zijn studie emigreerde hij naar Duitsland om daar aan gymnasia les te geven. Hij wilde, puur uit idealisme, meewerken aan de vorming van een nieuwe generatie Duitse jongeren, bewust van het donkere verleden en gespitst op een hoopvolle toekomst. De afgelopen 10 jaren was ik Klaus uit het oog verloren en ik hoopte dat hij de e-mail die ik naar de universiteit in Kassel had gezonden zou ontvangen. Ik had geluk, want slechts enkele dagen later ontving ik van hem een enthousiaste e-mail waarin hij me uitnodigde om naar Kassel te komen. De snelle ontwikkelingen in het onderzoek had de prior ertoe aangezet mij volledig vrij te maken. Het docentschap aan het seminarie werd voor de zoveelste keer en nu voor onbepaalde tijd overgenomen door een collega. En er was dus geen beletsel meer om naar Duitsland af te reizen. Michel had ik de afgelopen weken herhaaldelijk telefonisch gesproken en bijna dagelijks gemaild. Toch nam ik wel bewust een grotere afstand van haar. Uiteraard herinner ik me de liberale woorden van de prior tijdens de autoreis naar Orleans. Maar ik geloof dat ik er zelf toen nog niet aan toe was. De gevolgen van de relatie met haar waren door mij niet helemaal te overzien, hetgeen me onzeker en nerveus zou maken. Michel was met haar onderzoek in Londen blijkbaar vastgelopen. In haar laatste e-mail stuurde ze me enkele foto's van mannen die de grafstenenhandel van Arczyk regelmatig hadden bezocht. Ze had er met haar auto enkele middagen gepost. Ze merkte daarbij op dat er, gezien de kentekens van de auto's waarmee ze reden, enkele Franse, maar ook Duitse klanten bij zaten. Op dat moment kon ik er nog niet veel mee, maar ik had de foto's gekopieerd naar mijn tablet om ze aan Klaus Ehrenburg te kunnen laten zien. Dat Michel moeite had met mijn flegmatische houding werd mij uit deze laatste e-mail ook duidelijk, want ze had er een prachtig, zelfgeschreven gedicht aan toegevoegd, vol met subtiele toespelingen. Ik kreeg het gevoel dat ze onze relatie, voor zover die existeerde, met het geduld van een kathedralenbouwer vorm en inhoud wilde geven. Zij boetseerde ons, echter nog steeds zonder mij. Een desolate gedachte.